Ja, afgelopen zaterdag 2 november in de bibliotheek in Gardenberg was het de dag van de taal. En onder andere een onderdeel, sissende slangen. Laten we even kijken wat er precies gebeurt. Nou, hoe is dat om met een slang te knuffelen? Mijn vriendje. Het is je vriendje? Het is mijn vriendje. Ja, oké. Okay. Waar ben jij van dan? Ik ben van het Zonnecollege. Zwolle. Oh, van Zwolle. Oké. Okay. Een soort college Zwolle. Ja, ik woon hier zelf wel in Bussemarenberg. Sissende slangen. Kan ik wat dichterbij komen? Ja. Wat is de link met taal en sissende slangen? Ze hadden hier een film van Flik Vonk laten draaien, volgens mij. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan leek ze leuk om de slangen erbij. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is altijd vermakelijk natuurlijk voor de kinderen. Voor mij is het voornamelijk van... Ik probeer haar, dat zijn in ieder geval, ik denk dat ieder van ons hier, we zijn hier met z'n drieën. Ja. Ik denk dat ieder van ons hier wel zo staat. Kinderen ook gewoon laten zien van dat slangen niet eng zijn. Oké. Okay. Ja. Oh, je zegt dat ook niet. Slangen zijn niet eng. Nee, maar heel vaak ouders die vinden het eng, zoals u. Ja. Alleen dan heb je heel vaak van die jongen. Ik heb hier een kind. Ik heb hier een kind. Wat vind jij van slangen? Vind je het eng of niet? Nee, het lijkt me toch niet echt een knuffeldier. He, zo vals als een slang is een Nederlands spreekwoord. Daar ook nog iemand met een slang. Ja, het zijn allemaal. Zijn hier ook slangenmensen eventueel onder ons? Geen slangenmensen, wel een slang die min of meer een middagdutje aan het doen is, merk ik. Bijten. Ja, slangen in Ardenberg, je zou het niet verzinnen. Hoe heet jij? Jij wil de slang aaien? Hoe heet jij? Amira en de slang. Ja, de slang die contact zoekt met de mens en de mens met de slang. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in Hardenberg in de bibliotheek tijdens de dag van de taal. En hoe voelt dat om een slang te aaien? Het voelt zacht. Ja. Denk je dat je vriendje kunt worden met een slang? Misschien. Oké. Okay. Nou, veel plezier met de slang. Hallo, wat zijn jullie hier aan het doen? Als je vraagt maar. Wij zijn met een babypen aan het kopen. Oh ja, oké. Okay. En hoe werkt dat dan precies? Nou, je stopt het dus al in. Ja. En dan haal je hem zo op. Oké, okay, en dan kun je allerlei creatieve dingen doen ermee blijkbaar. Blauw en paars, allebei. Ja, en zo zijn jonge mensen hier bezig met die allerlei proefjes. Met robots zie ik ook nog. Brandt u nog niet? Ik kan niet zien. En als je tegenaan wil, de andere al vol genoeg. Dan kijk je heel mooi recht vandaag. Nou, is het daar een helft op de batterij? Ja, kinderballet. Deze dag van de taal met publiek op de achtergrond. Potters, akkersvalk kan ook geleerd worden, of in ieder geval als hobby. Is er ook duidelijke uitleg van de meester. En nu gaat het gebeuren. Kijk maar. Dat is lelijk, hè? Mooi, hè? Zal ik hem afsnijden dat hij helemaal recht is? Hij staat hier aan en ik ga dat niet eten. En zo gaat het rustig verder tot het helemaal klaar is. Ja, een tafel met hapjes zie ik. Hoe smaakt het, mevrouw, als ik vragen mag? Ja, lekker. Nou, waar komt het vandaan? Het is een Hollands gerecht of iets anders, dacht ik? Anders. Anders? Ja. En hoe smaakt het? Helemaal anders. Helemaal anders. Ja. Nee, maar u vindt het wel lekker smaken? Oké. Okay. Even kijken.
Meneer, wat voor gerechten zijn het allemaal? Wat voor hapjes? Dat is de baklava. Ja, uit wat voor land komt dat? Die komt uit Turkije. Turkse hapjes, zeg maar. Ja. Oké. Ik had gedacht om een tekst mee te maken. Slaapkamer.